Ja, bijzonder goedenavond. Daar zijn we weer, de zesde editie van het Glazen Café Bonnebroek. Dit jaar drie DJ's hier. Dames en heren, geef ze eerst eens een applaus. Onze DJ's van vanavond, Sander, Peter en René. Zometeen gaan we nog even een momentje doen met een weegschaal. We gaan even kijken wat jullie nu wegen en hoeveel je zondag bent afgevallen. Of hoeveel je misschien wel bent aangekomen, je weet het nooit, hè. Maar eerst wil ik even de carnavalsvereniging erbij halen. Huub staat daar ergens, want traditioneel sluit de prins jullie op. Maar de voorzitter wil jullie eerst even een woordje doen. Albert, bedankt. Ja. Jongens, allemaal welkom. Mooi dat je er bent. Knontrekkers ook super. Grote getalen. Dat moet ook, want wij hebben ook een speerpunt aangediend bij het Glazen Café. En dan hoop ik dat het een geweldige editie wordt, waar we heel veel geld bij elkaar ophalen, zodat we ook alle goede doelen een bijdrage kunnen doen. Dat zou super zijn. Ik heb net Marlies nog even gesproken, Peter. Hij zegt eindelijk een paar dagen rust en mocht ook een paar kilootjes af. Dus ook gedaan. Wil ik graag namens de carnaval jullie heel veel succes wensen. Wij gaan ervan uit dat het weer een topeditie wordt. Ook namens alle andere goede doelen en heel namens heel Bonnebroek, denk ik. Jongens, heel veel succes. Geef ze een daverend applaus nog een keer. Dan geef ik nu het woord aan onze prins, prins Raymond II. Hallo. Nou jongens, zoals je net hebt, ik wens jullie heel veel succes. Ik ga jullie straks opsloot. En dan kom ik over 94 uur kom ik weer. En dan zal ik jullie wel afloot. Ja, en ik hoop dat je super veel plezier hebt door binnen. En dat je veel animo krijgt en dat je veel op je hand. Maar mensen, geef goed en gul. Maar alles komt terug en vloeit er allemaal weer terug naar de Bonnebroekse vereniging. Dus, zet hem op, hè. Nou, en jongens, ik zal nu straks opsloot. En misschien wil mijn adjudant nog even wat zeggen. Ja, Raymond, bedankt. Ja, in principe heeft meestal wel zeggen. Het is natuurlijk wel enorm fantastisch dat jullie dit jaar maar met Bremen deze 94 uur volmaakt. Dat betekent dat je dus minder slaap hebt, meer moet werken. Dus de prestatie is eigenlijk alleen maar groter. We hopen inderdaad dat je enorm veel geld ophaalt. Omdat met name ook de carnavalsvereniging een speerpuntproject heeft ingediend. En minstens zo belangrijk ook de barokke kapel. Dat is toch hartstikke mooi dat je kunt praten van één parochie. Dus we hopen met elkaar dat we er gewoon een fantastisch mooi weekend van maakt. Ik zit er helemaal uit te kijken naar zaterdagavond, de grandioze veling. Ja, en dat moet weer gebeuren. En zondagavond zien we elkaar in levende leven. Dat ligt weer aan de eerste kant. Tot zover. Ja, dankjewel. Als het goed is komen de geweren we jullie hebben al even voorgewogen. Maar dan gaan we toch nog even stiekem doen. We gaan even kijken wat de heren wegen voordat ze het glazen café ingaan. Ja, Raymond. het mag van mij hoor. Sander heeft de weegschaal op de 0 gezet en gaat nu. En we spieken even mee. Monique, noteer je even 92,6. Valt mee, valt tegen? Ik ben ongeveer een kilo zwaarder dan een uurtje geleden. Peter Bolsch staat nu op de weerschaal. Genoteerd. 85,9. Goed genoeg. En tot slot René Samsnijden. Gaan we ook even kijken wat hij nu weegt. Voorafgaand aan het... Heeft hij die twee bij elkaar opgeteld, joh? Oh nee. 98,6. Nou, en bedankt ze Albert. Goed. Dan is nu het moment Prins Raymond II. Om de jongens mee te nemen. Of willen jullie nog wat zeggen tegen de thuisfront? Of... Ja, je hebt zo meteen 96 uur radio te maken. Dus we maken het ook allemaal uit. Tijd genoeg. Zullen wij eens er opsluiten? Ja, doen we. Ja? Ja. Nou, dat moet nou niet. Ja. Ja. Het is niet anders. Zwaai eens even uit de vier DJ's van het Glazen Café Bonnebroek van dit jaar. René, Sander en Peter. Gaan wij naar buiten met z'n allen. We zijn nu in het Glazen Café.
Nog een laatste woord, Prins? Ja. Jongens, ik wens jullie heel veel succes. En gouden vuur. En top wat je doet. Ja? Dankjewel. Nou, Rijnmond, bedankt. Ja. Dan wachten we tot de deur dicht gaat. Dat is het moment echt nu daar. Dan gaan wij er allemaal uit. Ja. Oké. Stel ik voor dat Peter en René ook een microfoon pakken. En dan gaan we officieel de deur op slot doen. Ik ga proberen om wel met geluid, maar zonder beeld daar te gaan staan. Zo. Nou, luister mee, dit is de deur van het geluid van het slot. De deur, horen we hier dicht gaan. Ja. Het rammelt wel een beetje. Maar. En de deur zit op slot. Nou, kijk, ik zeg veel succes. Officieel opgesloten. Peter, ben je er klaar voor? Ja, jij ook? Ja, eigenlijk wel. Moet wel, hè? René ook? Ja, zeker weten. Nou, heel mooi.